vandaag heeft de intekening van het condoleansregister van overleden ex-minister en ambassadeur Winston Lakin plaatsgevonden. Op het presidentieel paleis hebben de president, enkele ministers, adviseurs en andere overheidsambtenaren hun condoleances overgebracht aan de familie. De ex-bewindsman verwisselde op maandag 11 november, na een kortstondig ziekbed, het tijdelijke met het eeuwige. De regering zegt een gedreven persoonlijkheid verloren te hebben in Lakin. Door zijn buitenlandse politiek is hij verschillende talen zoals Engels, Spaans en Portugees machtig geweest, waardoor hij zich internationaal kon bewegen. Mede hierdoor heeft hij zich in de buitenlandse diplomatie verdienstelijk gemaakt voor Suriname, met name bij de CARICOM en UNASUR. Hij is tot voor zijn heengaan ambassadeur in algemene dienst geweest op het kabinet van de president. Lakin was minister van Buitenlandse Zaken tijdens de regering Boutersen 1. Sedert het aantreden van de regering Boutersen 2 is hij belast geweest met invulling geven aan de milieuagenda van Suriname. Lakin had zich voor zijn ziekte nog voorgenomen zich flink in te zetten in de verkiezingscampagne van de NDP, waar hij onder andere ook de public relations mede op zich zou nemen. Hij was eerder al jarenlang het gezicht van de Paarse Partij. In samenspraak met de familie zal er een besluit worden genomen ten aanzien van de begrafenis. Lakin is 64 jaar geworden.